De gewone sterveling moet nog heel even wachten op de Elder Scrolls Skyrim, maar wij hebben al 3 hele uren mogen spelen en we delen onze allereerste indrukken met je. Skyrim is net zoals zijn voorgangers die grote meeslepende RPG in een hele open wereld waar je eigenlijk zelf je avontuur bepaalt en zelf kiest welke quest je volgt, welk verhaal je volgt. En doet dat in een, klinkt een beetje neerbuigend, maar in een doorsnee middeleeuwse setting met draken en ridders en zwaarden en magie, noem het allemaal maar op. En is toch denk ik wel zo'n beetje de ongekroonde koning van dit soort RPG's. Absoluut. En de game is heel erg leuk. Ook dat, dat wou ik even zeggen. Hij is heel erg leuk. Ja, en het toffe aan deze game is, want het is een hele grote open wereld. Ja. Er kan van alles gebeuren, maar jij bepaalt ook waar je dus heen gaat. Is dat wij met een aantal mensen de game aan het spelen waren. Ja. En niemand was dezelfde game aan het spelen. Natuurlijk, de game heeft de naam Skyrim. Het is een Elder Scrolls game, maar wij hadden allemaal weer wat anders gedaan. Typisch Bethesda, want dat is echt iets wat niemand zo goed doet als dat zij dat doen. Het is echt inderdaad zo'n game, als je 10 man naast elkaar zet. Iedereen gaat zijn eigen weg en maakt gewoon echt letterlijk compleet wat anders mee. En de mensen die hetzelfde mee maken, kunnen daarbinnen ook nog eens een keer eigen keuzes maken. Waardoor, ook al zijn ze dezelfde verhaallijn aan het volgen, dat die niet op dezelfde manier ontvouwt, omdat ze het toch weer op hun eigen manier doen. Ja. En dat is echt heel knap. Waar deze game zich een klein beetje in onderscheidt, is hoe de wereld eruit ziet. We zitten weer in Tamriel. Alleen nu helemaal bovenin, in het noorden. Ja. En er is heel veel sneeuw en het lijkt gewoon heel erg op de oude Viking-stijl en dat soort gebouwen. Ja, het is heel sober, het is heel kil, maar bedoeld. Het is niet zonder detail en het is niet zonder sfeer. Mm-hmm. En het is ook niet alleen maar sneeuw trouwens, maar het is wel inderdaad een beetje dat onherbergzame gevoel van een noordelijk gelegen gebied. Maar je hebt daarbinnen heb je ook bosrijke gebieden. Het is niet alleen maar wit, weet je. Je komt ook wel in redelijk wat afwisseling, gelukkig. Ik wil van jou weten, wat heb jij meegemaakt? Nou, ik dacht, we hebben 3 uurtjes. Dus ik heb mezelf met heel veel moeite door die character creation mode geschopt. Ja. Want ik had met gemak 3 uur lang bezig kunnen zijn met het creëren van mijn eigen personage. Ik heb, er zit wel iets nieuws in. Het is wat minder uitgebreid dan de vorige Elder Scrolls en het heeft een reden. Ja, niet qua kerk, visueel. Je hebt wel je gezichtjes en je hebt verschillende rassen die weer verschillende aantal goede dingen en een aantal slechte dingen. Ja. Maar je moet ook klasses kiezen en dat hoeft bij deze Elder Scrolls niet. Nee. En dat is omdat je ontwikkelt naarmate je de game aan het spelen bent. Ja, het is gewoon een keuze van ik ga nu archery gebruiken, boogschieten. Ja. Dan gebruik je dat en dan wordt die manier van spelen wordt sterker. Je kan ook zeggen van nou, ik ga voor magie. Dan heb je 2 handen. Je kan zeggen ik doe aan 1 hand magie, andere hand een zwaard. Dus dan creëer je een beetje. Ga je alles uitbeelden? Ik ga gewoon alles uitbeelden hoe het ging. En dan word je een soort van battle mage. En als je dat dan gebruikt, wordt dat sterker. Je kan ook 2 keer magie. Ja. Komt-ie. Ja. En dan krijg je bijvoorbeeld weer mogelijkheden om 2 vuurballen te combineren. Wordt sterker dan dat je met 1 hand magie gebruikt. En zeg je nog meer? Ik doe heel erg mijn best bij de les te blijven. Ik deed het. Je doet het onwaarschijnlijk goed. Ik ging spelen hoe ik al graag het is net alsof ik Oblivion aan het spelen was hier live. Dat is echt eng. Maar ik speelde hoe ik hem graag speelde en dat is toch een schild. En een zwaard. En een hakbijl. En hakbijl. Ik had een hakbijl. Ja. Ja, ik heb toch zo'n wood elf gemaakt. Mm-hmm. En, want ik ben van de archery en de stealth. En gewoon in één keer dat sterker gaan maken. Dus je zet wel een beetje ergens op in. Maar wat zij zelf ook al aangaven, stel je voor je hebt 10 uur lang op één manier gespeeld. Je schakelt over naar een andere manier van spelen. Dan moet je die skills wel eventjes sterker gaan maken. Ja. Maar het kan. Je kan opeens halverwege de game besluiten van jouw brute hakbijl schildfiguur naar een tovenaar te maken. Een tovenaar, een magic stijl over te stappen. Ik vind het een hele toffe manier van werken. Omdat je nu, het is lekker flexibel. Ja, omdat je nu, vaker had ik bij de vorige dagen dan toch na een uur of 10, 15 kreeg ik spijt van, goh, ik had misschien dat moeten kiezen. En ik ben serieus 3 keer overnieuw begonnen bij Oblivion. En nou hoeft dat dus gewoon niet meer. Nu ga je echt je eigen guy maken. En sterker nog, je hebt echt het idee dat die gast of die vrouw, je kan ook een vrouw kiezen natuurlijk, helemaal is wat jij wil. Omdat jij alles wat jij doet, dat maakt hem sterker. En je mag ook wel meteen even zeggen, die characters zijn echt schitterend. Ik vind de gezichten, de opties die je hebt, ik vind echt next level. Ik vind het echt heel mooi uitzien. Klopt.
Maar goed, wat ben je gaan doen? Ja, ik heb mijn Wood Elf meteen gewoon meegenomen in de main storyline. Mm-hmm. En tenminste, het was niet duidelijk dat dat de hoofdverhaallijn was, maar ik had wel zo'n vermoeden. Want los van de vrijheid die je hebt om alle kanten op te gaan en van alles mee te maken, is er overkoepelend op de achtergrond één verhaal. Gekoppeld aan de draken, waar jij een soort van afstammeling van bent. Ja. En ik ben op zoek gegaan naar een artefact die was gestolen uit een winkel. En ik ben daar door twee eerste dungeons heen geploeterd, waar je gewoon vijanden moet verslaan. Ook wat simpele puzzels nog, want dat was het begin, moet oplossen. Mm-hmm. En ja, het is gewoon tof hoe dat is denk ik het knapste, hoe het op een hele natuurlijke manier gebeurt. Want ik zeg al, ik heb het idee dat dat de hoofdverhaallijn was, maar het is niet zo aangegeven of iets dergelijks. Het is gewoon wat op je pad komt en waar je in verzeild raakt. En zo heb jij compleet wat anders meegemaakt. Ja, want ik zag jullie allemaal bij dat dorpje, klein dorpje waar je kwam, allemaal kut. Ik dacht van, weet je wat, ik ga lekker weg van het dorpje. Ik laat al die mensen gewoon lekker oude hoeren. Ik ga weg uit het dorpje. En ik liep verder en ik zie echt in de verte zie ik een grote stad. Ik dacht van, oké, dat is gaaf. Ik hou van grote steden, daar wil ik gaan kijken. Maar eer je daar bent, kom je eigenlijk allemaal al dingen tegen. Er kwam twee ridders met een gast en die gast die was gevangen genomen. Die zegt van, wil je me alsjeblieft bevrijden? In dit geval zei ik van, nee, ik ga naar die stad die ik daar zie. Ja. Maar je kan die gast ook bevrijden en daar zal waarschijnlijk dan ook een quest bij horen. Absoluut. Ik loop verder en ik zie twee gasten die knokken met een reus. Er stond een reus en die reus was en die gasten van, wat een erge reus. Dus ik ging die gasten helpen en we slaan met z'n drieën die reus echt gewoon gigantisch in elkaar. En hun vonden het zo tof dat ze zeiden van, ja, je moet met die en die gaan praten in die stad. Want, Waar je toch al een hoop weg was. Dan ken je bij ons groepje. Ja. Dus ik naar die stad toe en daar kwam ik dan een van de eerste guilds waarschijnlijk tegen. Ja. En die vroegen mij van... kom bij onze guild. Ik zei, dat doen we. Dat lijkt me heel erg gezellig. En toen ben ik opeens mijn guild. Nee, ze hebben me leren vechten en toen stuurden ze me echt naar de andere kant van het land. Ja. En de eerste keer moet je lopen. Uiteindelijk heb je een fast travel optie. Dat als je ergens bent geweest, klik je het aan, ben je er. Ja. Maar in het begin moet je lopen. Ja, ik ben gaan lopen. En ik heb serieus ik denk dik een uur over gedaan om daarheen te wandelen. Ik ben blij dat je 3 uur speeltijd zo optimaal en effectief hebt benut. Ja, ik zag die gast ook achter me kijken van wat betest. Really? Die gast is gewoon aan het lopen. Maar in die weg van waar ik heen moest voor die quest, kwam ik al zoveel dingen tegen die ik kon gaan doen. Ja, ja, ja. Dat ik echt had van, oké, dit is weer die game die ik wil spelen. En ik ga waarschijnlijk die hoofdverhaallijn. Dat heb ik bij die vorige namelijk ook niet gedaan. Die ga ik waarschijnlijk helemaal niet volgen. Ik ga gewoon lekker met mijn eigen zonde, pad. En... Want die is zo vet ook. Nou, ik weet hem niet of dat zonde is. Natuurlijk is het vet. Maar alles wat er omheen gebeurde, vond ik ook heel erg vet. Ja, nee, maar dat ga ik ook absoluut doen. Maar de hoofdverhaallijn ook absoluut. Maar goed, om even terug te komen op het verhaal. Ik kwam uiteindelijk bij een grot. Dan moest ik iemand redden. En er stond een hele grote sneeuwtijger. Maar die was te sterk voor mij. Mm. Dus toen moest ik weer helemaal terug. En toen was mijn 3 uur speeltijd voorbij. Precies. Maar dan zou je denken van, Dennis, het is eigenlijk een beetje zonde van je tijd. En dat vind ik helemaal niet. Omdat ik echt een indruk heb gekregen hoe het land eruit ziet. Ja. Hoe die mensen eruit zien, de kleine dorpjes eromheen. Ik heb nog een nederzetting gezien met reuzen erin. Die trouwens niet tof vonden dat ik naar binnen wandelde. Die zeiden echt gelijk van, rot even op, anders slaan we in elkaar. En dat vond Kom ik je gewoon, er nog goed vanaf? Ja, ik kwam er zeker goed vanaf.